Ik heb mijn domein eigenlijk gereserveerd om als blog te kunnen gebruiken en om foto's te kunnen delen met de rest van de familie die toch wel vrij ver weg wonen om eventjes langs te rijden. Het idee speelt al enkele jaren bij mij, maar de domeinnaam was tot op heden eigenlijk altijd bezet geweest. Dus van het moment dat die vrijgekomen is, ben ik er direct op gesprongen. Zelf websites maken is voor mij op dit moment nog een beetje een nieuw domein. Ook dat is een nieuw domein. Maar ik heb wel kennis en vrienden en mogelijkheden om het een en het ander op punt te zetten.